Deze beschouwing die gaat lekker helemaal nergens over. Al die onderwerpen altijd. Want wat is er nou eigenlijk aan de hand? Helemaal niks, toch? Ja, de Rooms-katholieke kerk die komt eraan. Ja, ja, sir, Piet, dat is al zo lang. De rooms-katholieke kerk, dat zijn een stelletje satanistische uh, nietsnutten. En wij zijn een stelletje onwetende nietsnutten. Ja, hij heeft het gehad. Het staat allemaal in de Bijbel. En de Bijbel die lezen wij niet meer. Ja, yeah. Maar dat is al zo lang. Gaat er nou binnenkort iets veranderen? Nee, dat denk ik niet. De, wat we dan noemen de Europese cultuur met die rijkdom die erbij hoort. Ja, dat gaat weg. Dat is duidelijk. Europa stroomt vol met ongelooflijke aantallen mensen. En wij, vooral de vrouwen onder ons, die helemaal van, oh. Arm, oog, arm, nou, haal ze binnen. Vluchtelingen, welkom. We vragen ons helemaal niet af wat al die mensen hier komen doen. Ik zag dat laatst op internet staan, dat uh, van de gevangenispopulatie komt 63% uit het buitenland. Nou, als je ervan uitgaat dat die mensen net zo crimineel zijn als wij, dan uh, is dus 63% van de Nederlander komt uit het buitenland. Nou, dat vind ik een heel zorgelijk iets. Als je ervan uitgaat dat dat niet zo is en dat de, de buitenlanders, ja, hier in Arnhem is het 30% ofzo. Nou, gemiddeld voor Nederland, laten we dat aanhouden, dat, is, ja, dat het ook zoiets is, 30%. Dan zijn die buitenlanders twee keer zo crimineel. Nou, vind ik ook niet zo'n leuk idee. Maar is dat nou erg? We weten het nou toch? Ik zag laatst op tv zag ik zo iemand van uh, Café Weltsmerts. En die had een, een blauw oog en andere kneuzingen. Die was wezen winkelen in Amsterdam of zo. En toen dacht hij aan het einde van de middag. Kom, ik pik even een bioscoopje en dan ga ik naar huis. En in de bioscoop waren er Marokkaanse jongeren heel erg vervelend aan het doen, want stoer aan het doen tegen meisjes. En hij zat zich eraan te ergeren. Daar heeft hij wat van gezegd. En toen hij na afloop van de film naar huis wilde. stonden die Marokkaanse jeugdapparaten, toestanden, ellendelingen. die stonden hem op te wachten. En die hebben hem met z'n allen in elkaar geslagen. En ik denk. Waarom ga je naar de bioscoop? Waarom doe je dat? Ben je toch gek? Heden ten dagen nog naar de bioscoop? Man. Ik heb zo'n tijdje zo vrolijk de, de vrolijke drinkenbroer uitgehangen. En ooit jaren terug heb ik een Netflix meelift account gekregen via de man van mijn moeder. En die had het dan ook weer van een vriendin van hem. En zit je naar die Netflix-elenden te kijken, nou daar word je toch niet vrolijk van. Maar dat doe ik dan lekker in de, de privacy van mijn eigen Ikea-bed. Uh, nou lekker veel bier erbij en uh, goede verse wiet. En verse tabak. <laughs> ja, dan heb je ook geen last van andere mensen hier. En toen op een dag uh, wilde ik weer naar Netflix gaan kijken en toen was uh, dat account beëindigd. En toen dacht ik, kom, het is tijd om te gaan stoppen met suipen. Ja, ik bedoel, Netflix kijken is leuk, maar je moet er wel wat te suipen bij hebben. Want dat ga je toch niet met je nuchtere kop aanschouwen. Heb jij toch ook al lang in de gaten, of niet? Je een beetje film kijkt tegenwoordig, hè? dat is altijd... Uh... Uh, de, ja, dat, de, de mannen die zijn een beetje twijfelachtig dom. En die lopen achter de feiten aan. En uh, die vrouwen die weten allemaal het antwoord. Niet opgevallen? Huh. Bij deze. Ja, zo is het. Oh ja, en negers, die zijn ook zo goed. En die mannen die worden ook allemaal zo gekast. Ja, ze zijn allemaal zo ergens in de 40, 50. En een beetje kalend. Zo'n ja, van die kleding die je niet weet te herinneren. Zo'n ongedefinieerde, beetje grijsbruinachtige broek. Met een geblokt overhemd. En een windjack. Nou, als ik naar nou mezelf neem. Het gaat helemaal nergens over. Dus mag ik het ook over mezelf hebben. Kijk, ik zie er gek uit. Ik heb een, een sjaal van de Hema. Met mooie, felle kleuren. Daar heb ik op een kwade dag. Er uh, 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 is iets misgegaan. Hoe, hoe dat nou precies dat weet ik ook niet. Maar. Er zit een brandgat in. En dat heb ik er netjes uh, omheen geknipt. En die sjaal van de Hema, dat is een een rond ding. Dus niet als dus een rechte sjaal, maar... hoe moet je zeggen? Een cirkelsjaal. Maar dat gat wat erin zit... dat is reuze handig, want ik had een keer... een ongelofelijke RSI aanval. En toen kon ik van die sjaal... kon ik vanwege dat gat wat erin zat... heel erg makkelijk een... Mitella maken. En daar hing dan mijn lamme rechterarm. Die hing netjes in mijn sjaal. Een handig ding. En dan heb ik een leren jack. De leren jack, dat heb ik gekocht in 1992 of zo. Dus dat is dan 27 jaar geleden. Nou, dat kan je zien ook aan het jack. Het is uh, bijna 30 jaar oud. En dan op mijn hoofd heb ik sinds kort heb ik een, een nieuwe pet. Maar die ziet er net zo uit als die oude pet. Maar dat is een pet. Mooi pet. Hele nuttige pet. Kijk, ik zie eruit. Mensen zien mij van heinde en verre aankomen. Dan zeggen ze: Oh, daar heb je die man. Met die heemarsjaal, met die felle kleuren. Die heemarsjaal, die heb ik ook alweer. Vijftien oh, jaar of zo. Als die man met die heemarschaal, met die, uh, oh, die leren jas. Oh, dat is een oude leren jas, maar die ziet er nog goed uit. En die pet. Heeft hij trouwens een nieuwe? Want hij had uh, die andere pet, maar dat was net zo'n pet. Ja. ja, dat ben ik. Ja, ik zie eruit. Mij vallen ze op straat ook niet lastig. Dat kan ik je wel vertellen. Ik loop mooi rechtop. Ik zet rustige stappen. Nee, die, dat tuig dat loopt met een boogje omheen. En het zakt met Nederland. Hoor. Dat zie je heel duidelijk. Het zakt af hoor. Ja. Het verpaupert. Het ergste vind ik dat van de markt. Dat, dat gaat me wel aan mijn hart moet ik zeggen. Afgelopen zaterdag was ik even op de markt. En dat is dan toch de zaterdagmarkt. En vroeger was dat ja gewoon leuk om er naartoe te gaan. Zo lekker druk en De kwetten, de kwit. En mensen stonden in de rij voor een haring en voor een lekker bek en ja. En daar had je toch drie van die vissenstaltoestanden. Drie. Tegenwoordig heb je nog maar twee. Nee, je had er vier. Dat was het, ja. Je had er vier. Tegenwoordig nog maar drie. Dat was het, ja. Maar ik vraag me af hoe lang die, uh, die drie het volhouden. Want. Ja, de, de, er is bijna niemand meer op de markt. Het is heel leeg. Al heel veel marktkramers zijn er niet meer. Ja, je gaat mij niet vertellen dat iedereen de lekkerbekjes koopt via internet. Mensen kopen niet meer op de markt. En dan gaan we me niet vertellen dat dat komt omdat de markt zo duur is geworden. Maar mensen hebben kennelijk veel minder geld dan vroeger. Ik zou het anders niet weten. Je had hier in Arnhem ook, hier waar ik woon, in het centrum, had je drie keer in de week had je markt. Dat is nu nog maar twee keer in de week. Ja, er komen geen mensen meer. Ja, dat is niet leuk voor die markthandelaren en het is niet leuk voor ons. Dat is gewoon helemaal niet leuk. En dat, dat komt door de, de katholisering, de universalisering van Europa. De katholiek betekent universeel, hè? Ze gaan Europa ja, universeel maken, heel algemeen. Dus niet meer alleen van die blanke mensen, nee, dan moet iedereen moet naar binnen. Zo dus binnenkort kan je niet meer zien uh, aan de huidskleur of het helft je het hebben over een Europeaan. Dat is zo dadelijk voorbij. Ja, is dat leuk? Uh, nee, dat denk ik niet. Maar ja, je kan er niks aan doen en ja, ja, later maar. Ja. Kijk, het is voor ons mensen. Uh, wij leven kort. We, we leven. In de Bijbel staat dat de bedoeling is dat wij zeventig worden. Dat is mooi. Voor, die, voor de zonvloed had je die uh, recordhouder. En die man die heette Methue Salem. En dat betekent, dat, dat is een naam die met een betekenis. En de betekenis is uh, dat uh, zijn dood zal brengen. Iedereen zou me afvragen, ja, wat, wat gaat de dood van Methuselam dan brengen? Wat gaat hij dan brengen? Nou, toen Methuselam doodging, toen kwam de zondvloed. Oh, was het dood? Yeah. Ja, dat bracht zijn dood dus. Een ongelofelijke hoeveelheid water. En toen is het ja, bijna iedereen versopen. Behalve die paar mensen die in de ark zaten, die hebben het overleefd. Joh. Zo gaat het verhaal. Hè? Toch je te weet. Maar na de zonvloed uh, ja, heeft God gezegd van nou, we worden niet meer zo oud of jullie worden niet meer zo oud. Zeventig. dat is een mooie leeftijd. Zeven keer tien jaar. En ik ben nu 60 en ik kan me er ook iets bij voorstellen. Hoor. Ja. Niet dat ik dood wil, ik ben niet levensmoe of zo. Maar, maar je beziet zo de wereld en je denkt wel van ja, nou, dat is het wel zo'n een beetje. Ja. Kijk, multimiljonair ga ik niet meer worden en dat heb ik ook nooit gewild. Dus. Nou, daar ben je ook al over klaar. Dus. En wat ik nu heb, ik heb echt een leuk fletje. Uh, ik ben heel, heel content. Ik heb een ruime kamer voor mezelf en daarin staat ook mijn bed. Ik heb alles bij de hand, letterlijk. En ik heb nog een ruime kamer. Erbij. Vroeger was dat de kamer van mijn dochter. Maar ja, die zit lekker eigenwijs op kamers. Dat is ook goed natuurlijk. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar die kamer is dus leeg. Die heb ik opgeruimd. Er staat een bureautje in. Er zit een bureaustoel bij. Lampjes. Bij het bed dan. Rebecca, heeft mijn dochter nog betaald. Maar gebruik ze niet. Ik heb daar nieuw beddengoed op gedaan. Van de Action. Lekker goedkoop. En dekbedden die ik gekregen heb, die mijn dochter gekregen had, van mijn moeder. Maar prima dekbedden. Kortom, je kan zo logeren hier. Maar dat doet niemand en dat vind ik best. Maar voor het geval dat. Ik heb een leuk keukentje. Ik heb een leuk balkonnetje bij de keuken. Ik heb een leuk balkonnetje hier bij mijn woonkamer. Ik heb een toilet en een douche. Ja, wat wil je nog meer? Ik heb een bankrekening. Ik heb nog twee gitaren. Ik ben eigenlijk van alle gemakken voorzien. En mijn beeld van de wereld is me wel duidelijk geworden. Je hebt de ongelovige mens, en die is het weerloze slachtoffer van de ongelovige overheersing. En die overheersing die wij hebben die ons dagelijks berooft van de poen van onze zuurverdiende centen. Dat is natuurlijk niet leuk, maar het ergste kwaad dat doen wij onszelf aan. Met eigenwijze moeders die zo graag alleenstaand willen zijn. En niet geloven dat een kind opgevoed moet worden door zowel een moeder als een vader. Van die bedweterige vrouwen. Die veroorzaken me toch een ellende, jongen. Zo dat nuttig. Kijk, en daar heeft de katholieke kerk niks mee te maken. Hè? Ze moedigen het aan. En dat kan je dan dus zeggen: van ja, maar het is door die katholieke kerk dat al die vrouwen zo gek worden gemaakt. Ja, daar heb je wel een punt. Maar het is natuurlijk de keuze van de vrouwen om zich zo gek te laten maken door de katholieke kerk. En ga nu niet zeggen van uh, de. De katholieke kerk heeft geen macht meer en die rol is uitgespeeld. En nee, de katholieke kerk is van vorm en van strategie veranderd. Maar de doelstellingen die zijn hetzelfde. Het kapotmaken van de gezinnen. Het ontregelen van de samenleving. Het ontregelen van de samenleving, zodat zij dan vervolgens de boel kunnen gaan regelen. Dat is de hele truc. Daar zijn ze erg goed in hoor. In het spelen van dat spel. Hè? Het is voor hun een spel, meer niet. Het gaat al millennia lang goed. Dus waarom niet de komende tijd? Denken zij. En daar hebben ze gelijk in. Ik hoorde vandaag van mijn vriend Wim. Wim Kruidertuin. Die heeft nog tv, ik niet, hè? al heel lang niet. Dus na de scheiding kwam ik dus hier terecht. Uh, nou, ik had natuurlijk van alles nodig: een koelkast cool en een magnetron en een gas van huis. En, uh. en ik had ook besloten geen tv. En mijn dochter die had het daar een beetje moeilijk mee. Nou, ik kan me niet alsnog een tv nemen. Dan kun je toch Digitennen doen, pap? Ik zeg, Nou, kind, als jij dat wil. Ja, er is maar 15 euro in de maand. Of zo. Ja, nou, als jij dat wil. Ja, regel dat maar. Maar nee, ik ga het niet betalen. Dan ze me gek aan, joh. Ik zeg, Nee. Ik betaal het niet, maar als jij dat geld bij elkaar wil, uh, ja, ze mocht bij mij, uh, ze kreeg geen zakgeld, maar ze mocht wel klusjes doen in huis. Dan moest ze voor, wat was het, vijf euro in de maand of zo, moest ze digitenne dan dingen uh, doen. Gaat ze maar afwassen en de gang dweilen, stofzuigen, zeg het maar. Nou dan wil ik dat geld wel op tafel leggen voor die klusjes en dan kan zij daarvan een digitenne bestellen. Ja, ik ga het niet verbieden, maar ik ga het niet regelen. En zelf kijk ik het niet. Bah, tv. Ielk. Maar ja, Wim had tv gekeken. En ik ben met Wim bezig om uh, een artikel te schrijven. Het is bijna af. Met uh, ja, een blik op dat hele klimaatgebeuren. Mensen brullen moord en brand en ze brullen maar wat. Hè? En er is helemaal niks aan de hand met het klimaat niet in Nederland. Helemaal niks. De zeespiegel stijgt. Ja, dat doet hij al sinds, het, sinds de 19e eeuw. En die explosie en de koolstofdioxideconcentratie ja, die is pas gekomen na de Tweede Wereldoorlog, neem ik aan. Nou, en de, kijk je naar die zeespiegelstijging die in de 19e eeuw begonnen is. Nou, die is in 1890 of zo zijn ze voor het eerst gaan meten. Maar je kan zien aan die meetgegevens dat die zeespiegel voor die tijd al aan het stijgen was. Die was waarschijnlijk in de 18e eeuw al begonnen met stijgen. Er was toen nog helemaal geen CO2-dinges. Niets. Maar toen was die al aan het stijgen. Nou, en de stijging is 1,7 mm per jaar. Dat is 17 centimeter in de 100 jaar. Dus we hebben een eeuw de tijd om de dijken met. Nou, we gaan natuurlijk niet 17 centimeter hoger maken. Dat slaat nergens op. Maar dan een... moet er een meter bovenop of zo. Dan zijn we gelijk weer voor zoveel tientallen jaren, honderden jaren klaar. En waarschijnlijk uh, gaat die zeespiegelstijging over een tijdje minderen. Die zeespiegelstijging komt in elk geval niet door de koolstofdioxide veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Er is helemaal geen relatie tussen. Nou, en de temperatuur in Nederland die gaat wat omhoog. Ook niet veel hoor. 0,02 graden Celsius per jaar. En de laatste 20 jaar is die stijging 0,01 graden Celsius. Dus minder geworden. De laatste 20 jaar is het minder warmer. De toename van de warmte. Eigenlijk is de laatste twintig jaar Nederland niet warmer geworden. Anyway, uh, dat zetten we in het artikel. Dan zet ik dat denk ik eens op een rijtje. En Wim is het aan het tegenlezen. Die checkt dat dan ook. Die weet ook heel veel van die grafiekjes en al die gegevens. Had er nog mooi een fout uitgehaald. Maar die had tv gekeken vandaag. En op tv zeggen ze dan van ja. Het aantal orkanen is toegenomen door de klimaatverandering. Dat is helemaal niet waar. Dat is, dat, is, dat is totaal niet waar. Maar ze roepen zoiets. En punt twee. Wat zouden wij daar ons druk over maken hier in Nederland? Hier in Nederland heb je geen orkanen. Er is ook iemand geweest die werkte bij de Verenigde Naties en die zei: ja, het aantal aardbevingen is toegenomen door de klimaatverandering. Aardbevingen. Die mensen roepen maar wat. Dat is de katholieke kerk. Die roepen maar wat. Dus die hebben, nooit hebben die bekend gestaan vanwege hun uh, uh, zeggen de waarheidslievende waarheidsgehalte van hun woorden. Kom komt altijd alleen maar onzin uit. Mensen bang maken voor niks. Er was zo'n uh, kerkgebouw in Chartres. En het was geraakt door de bliksem. En het hele ding was afgebrand. Toen heeft de katholieke kerk uh, het verhaal de wereld ingeslingerd dat dat een straf was van God. En er zouden nog veel ergere dingen gebeuren als de bevolking van Chartres en omgeving niet heel snel met allemaal geld zou komen om een nieuwe te gaan bouwen. Want als er nou een nieuwe gebouwd zou worden, dan zou God wel... Nou, uh, oh, dan zou het wel goed zitten. Hebben ja, die stomme Fransen ook nog gedaan. Chartres ligt in Frankrijk. En het is me toch een gebouw geworden, joh. Dat is de grootste kathedraal van Europa. De moeder van mijn kind die moest daar onbedingt naartoe. En ik dat helemaal geregeld. En toen waren we in Chartres. Een, een hotelletje vlakbij het station. En het station is niet al te ver van die kathedraal. Dus dat is handig. En we kwamen eraan ergens in de middag. Het was lekker weer. We lekker een terrasje gepikt, een biertje gedronken, ik dan. Lekker sjekje gerookt. Een beetje gewandeld, lekker gegeten. En de volgende dag uh, ging de, de moeder met het kind naar die kathedraal. En ik niet, hè? Uh. Ik hoef zo'n gebouw niet aan de binnenkant te zien. Ik zie aan de buitenkant al van, oeps, nou daar wil ik niet naar binnen. Lekker laten zitten, man. Heb ik lekker op de hotelkamer een boekje gelezen. Een leuk boek van Osho. Ja, die uh, Indiaanse guru. Ja, maar Piri, jij bent toch een Bijbelgeloof, de christen? Ja, maar uh, Osho is. Maar los van dat hele seksgebeuren van die kerel. Waar die, denk ik, de plank helemaal sloeg, Maar ach, ja. Hij wist al een hoop dingen goed te zeggen. Ja. En ik kreeg dat boek gelezen. en moeder en kind lekker naar die kathedraal kijken. Nou, die vonden het, die moeder dan. oh, dat is wel een erg bijzonder gebouw. Ja, nou, het zal best. Maar hij zegt dus helemaal niks. Het is met al dat katholieke gedoe. En dat zal nou wel even doorgaan hoor. Goed, het enige, de enige remedie tegen het katholicisme. Eh, dat is, om je even een grote verrassing te geven. dat is niet het atheïsme. Want atheïsten. daar heeft de, de pauze al vrede mee gesloten. De atheïsten hebben namelijk ook een club. dat heet het Humanisme de de pauze heeft al uh, uh, soort, uh, ja, die heeft al aan tafel gezeten met de, 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 de wereldleider der humanisten de, 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 die zijn al ingelijfd Dus. ja het eerste maar dat is de paus uh, prima heeft hij al rekening mee gehouden? Nee, wat de paus niet wil, dat is uh, het Jodendom. En het Christendom. En dan van het christendom de, de variant uh, waar ik van ben. Namelijk uh, de bijbelgelovende Christen. De, de Christen die heeft een King James en of een Statenvertaling. En of een slachterbibel, een Deutsche. En dat's it. En ik heb dan een statenvertaling en een King James. En dat is voor mij genoeg. Dat is voor mij het woord van God. En dan ja. en kijk ik naar die rare pauze en denk ik: Jeetje, man, daar ben je gek bezig. Maar de mensen in mijn omgeving, die zijn atheïst of nihilist of ietsist of ze natuurgelover of humanist of ja, kortom, die doen allemaal zonder dat ze het weten, doen ze mee met de paus. Nou, moeten die mensen maar weten. Hoor. Ja, ik heb er toch niks mee te maken man. Nee, toch? Het is niet mijn... Ja, ja, ik, ja, dat staat ook in de Bijbel. Hè. Wees in deze wereld. Maar niet van deze wereld. Ik heb er dus niks mee te maken. En... Dat is al van mijn acht, mijn twaalfde. Ik heb nooit iets gezien in die katholieke kerken. Nooit. Ik vond het altijd uh, pracht en praal. En pracht en praal hebben mij nooit iets gezegd. Niet met kleren. Niet met een auto. Niet met. Helemaal niks. Ik vind nog wel dat ik. Uh, uh, ik was verzot op uh, vulpennen. Nou ja, en dan kocht ik dan voor mezelf. Een mooie vulpen. Dat heb ik best vaak gedaan. Maar ik kwam erachter dat. Ja, vulpennen, die raak je kwijt. Dat is vervelend is dat. En dan moet je. Oh, dan ben je dus gewend aan een vulpen. Maar dan ben je hem kwijt. Ja, en dan? Dan moet je weer gaan schrijven met een balpen. En dan heb ik nog een tijdje gedacht. Van, nou, dan koop ik een hele dure vulpin. En dan zal ik er dan wel zo zuinig op zijn. dat ik die niet kwijtrak. Toen dus kocht ik een vulpen van 60 gulden of zo. Met een etui erbij. En ro -ro 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 -ro. Nou, drie maanden later. Oei. Vulpen weg. Ja, dus ik ben ermee gestopt en tegenwoordig, ik heb uh, van een uh, familielid van mij aangetrouwd en die man die, die knutselt heel handig met hout en die heeft, oh, wat zo'n ding dan, oh, ja, een pennenhouder, is heel simpel, het dus een stukje hout, best mooi hout, hard hout denk ik. En daar zitten vijf gaten in van de bovenkant. En daar kan je een pen in laten zakken. Nou, dat ding staat hier op mijn werkdingetje. En eens in de zoveel tijd, dan haal ik in de stad bij de Action of een andere, zo'n zo dumpwinkel. Haal nou, ik zo'n batterij met uh, balpennen. En ik heb helemaal geen penprobleem meer. En ik heb altijd een pen bij me. Dat vind ik ook handig. Op mijn werk ook, hè. Moet ik even iets opschrijven? En dan zegt iemand, oh, moet je een pen hebben? Ik zeg, nee hoor, die heb ik bij me. Ja, dat is een stom balpennetje. En die zal ik ook wel kwijtraken... Of kwijtgeraakt zijn in het verleden. Maar dat interesseert me dan helemaal niet. Want wat kost zo'n ding nou? een zo'n Ramswinkel. Dan koop je 10 pennen voor 1,80 euro. Nou, dat is 18 cent per pennetje. Nou, en tegen de tijd die dingen zijn niet zo uh, heel degelijk. Maar tegen de tijd als ze kapot gaan, zijn ze ook zo'n beetje leeg. Dus ja. Al oh, die wegwerpapparaten. Lekker eenvoudig hoor. En die Romeinse kerk met die pracht en die praal. Dat, uh, ik zag dat gelijk al. En toen ik twaalf werd, ging ik de Bijbel lezen. En ik ben ook niet gek. En toen had ik ze in de gaten: dat het tweede gebod van Mozes. dat wordt door de katholieke kerk even uh, met de voeten getreden. Jij ja, zult geen beeld maken van iets op, onder, boven deze aarde. En daar heb je knieën voor gaan. Niet knielen voor een beeld. Want ik ben een jaloerse God. He, dat heeft dan God laten opschrijven door Mozes. Ja, en wat doen die katholieke jokers? Ga maar kijken in die kerken. Die zijn allemaal vol met beelden, man. Ja, ik kan er verder niet veel van maken hoor. Maar zo is het toch echt. En die knielen dus. Hè? Voorbeelden. Ja, ik doe er niet aan mee. Want... Ik zou niet weten waarom. En daar heb ik dus vanaf mijn twaalfde zeer overtuigd en niet aan meegedaan. En nog steeds niet. En ik ben er dan sinds die tijd achter gekomen dat die, vooral die politieke rol van de katholieke kerk, dat die zo. Ongelooflijk veelomvattend is. En dat ze dus ook achter de media zitten. Dat is er wel bizar hoor. Want kijk je naar Netflix. Dan zie je dat ook. De, de katholieke kerk wordt daar. Uh, ja, niet in alle films natuurlijk, maar als er eventjes een mogelijkheidje in zit, uh, dan zie je uh, katholieke toestanden. Ja, ga maar opletten. Geen geintje. Zo worden wij geïndoctrineerd. En daar betalen we ook nog voor. Zo'n Netflix, uh, daar betalen wij voor. Wij betalen ervoor om ons te laten indoctrineren met uh, valse denkbeelden. Van uh, vrouwen zijn overal beter in dan mannen. En negers zijn overal beter in dan uh, blanken. Tjie. Dat is de boodschap van Netflix. Dan heb je soms wel bepaalde karakters hoor, en die doen het dan ook goed. En dat zijn dan mannen. En dan ga je denken: Nou, zie je wel, Periet het kan ook anders hoor. Want ik heb er eentje gezien. Ja, maar dat zijn uitzonderingen. Het gaat even om het totaalbeeld. Ga er maar op letten. En ik kijk geen Netflix meer. Ja, want het abonnement is voorbij. Maar ik, zou, ik heb er ook geen sim meer in hoor. Nou, alles gaat een keer vervelen. Hè? Ook elke dag slagroom eten. Dan ga je denken: van ja, alweer slagroom. Alles wordt een keer saai. Ook Netflix kijken. Vooral als je in de gaten krijgt dat al die films eigenlijk over hetzelfde gaan: verheerlijking van geweld, het wegdoezelen van oorlogsmisdrijven. Er is zo'n film en die heet Apocalypse Now met Marlon Brando en die vent. Uh, even kijken hoor, die, uh, zijn vader is vernoemd naar die kathedraal, uh, kardinaal, Sheen. En die zoon, die heet dan. Die heet die Charlie? Charlie Sheen. Maar zijn vader heeft zich dus vernoemd. Martin Sheen is zijn vader. En die heeft de achternaam genomen van Kardinaal Sheen. Die man heette eigenlijk heel anders. Ja, nou, die film Apocalypse Now dat is een verfilming van een boek. En het boek heet Into the Heart of Darkness. Dat boek heb ik ook nog gelezen. Best een aardig boek. En dat is dan eens verfilmd door Francis Ford Coppola. Nou, eigenlijk is het best een aardige film. Anyway, ik was hem aan het kijken met een kennis van mij. En dan heb je zo die openingsscène. Of nou, nee, niet echt de openingsscène. Maar vrij aan het begin. Dan is er een aanval op een Vietnamese dorp. Met allemaal met napalm en toestanden. En dan hebben ze de boel ingenomen. Al De nesten zijn in de lucht ingeblazen. En, en dan loopt er zo'n commandant door dat dorp heen. En overal liggen lijken en toestanden. En dan zie je op de achtergrond. Helikopters van het Rode Kruis. Uh, bezig om gewonden. en andere slachtoffers. te verzorgen. En die, die kennis van mij, die vrouw. die, die begon helemaal te krijzen. Die riep dingen. die kan niet zo goed Nederlands. en die zei. propaganda, propaganda. Daar heeft ze gelijk in. En Apocalypse Nou speelt zich af zogenaamd dan in Cambodja, Vietnam. Ik weet niet eens waar het gefilmd is. Maar... maar het moet dan over die streken gaan. En het gaat dus over de Vietnamoorlog. Nou, de Vietnamoorlog dat is een oorlog die is opgezet, opgetuigd door de katholieke kerk. En dat was niet zozeer gericht tegen het protestantisme, wat er door en in het oog was van de katholieke kerk hier in Europa. En dat was gericht tegen het, uh, het uh, noem het maar het, het pure uh, boeddhisme. Want het boeddhisme als stroming, als religieuze stroming, het is trouwens geen religie, maar. Het is een levenshouding. Het is een moraal, filosofie meer niet. Maar dat is, de, de Jezuïeten hebben daar uh, behoorlijk in huis gehouden. En die hebben daar iets leuks van gemaakt met kloosters natuurlijk. Daar houden Jezuïeten van. Katholieken, dus katholieken en kloosters. Hè? Zo zijn ze zijn die boeddhistische kloosters begonnen. En kennelijk deden ze daar in, uh, in Vietnam niet uh, gezamenlijk aan mee maar bleven ze bij hun eigen boeddhistische overtuigingsleer gebeuren en dat was niet naar de wens van de paus dus. Nou, nou, de rest is geschiedenis. Het was met name de oorlog tegen een oorlog tegen het zuiden van Vietnam. Want het noorden van Vietnam hadden ze al veroverd. Dus dat weten veel mensen niet. Hè? Maar ze denken dus dat de oorlog in Vietnam erover ging. Dat dus Noord-Vietnam Noord was Zuid-Vietnam aan het aanvallen. En dat kon Amerika niet over zijn kant laten gaan. Want Noord-Vietnam was communistisch, links dus. Dus moest Zuid-Vietnam geholpen worden tegen die communistische Noord-Vietnamezen. Ja, dat leek zo. Maar onderwijl ging het erom. dat Zuid-Vietnam gepakt werd. En dat moest onder katholiek regime komen. Onder communistisch regime. En dat is inmiddels gebeurd. Toen kwam Pol Pot eroverheen. nog In Cambodja. Toen was de feest compleet. Zie je wel, de hele wereld gaat helemaal nergens over. Het is allemaal hetzelfde. Het is dus de katholieke kerk die probeert machtspositie te bezegelen voor de langdurigheid en wij zijn alleen maar bezig met het plannen van de komende vakantie en we zien ja, dat viel me ook zo op die scheiding die ik dan in mijn schoot geworpen kreeg toen ons kind tien was had de familie die eten geen boterham minder om, hè? Die vinden het allemaal heel gewoon. Oh ja, dat is modern. Ja, vroeger bleven de ouders bij elkaar uit respect voor de kinderen. Maar dat doen we niet meer. Tegenwoordig doen wij modern. En dan moeten die kinderen maar lijden onder die eigenwijze ouders. Dat hoort zo. De tijd dat de ouders. Hun uh, eigen belangen opzij zetten voor de kinderen. Dat is voorbij. Dit is de moderne tijd. Ik heb mijn familie echt van een hele andere kant leren kennen. Ik denk, oh, zijn jullie zo. Ik zie ze ook niet meer. Mijn dochter die komt morgen eten. Mijn dochter zie ik dan nog wel. En dan zit ik ook een beetje te porren van uh, nou, kom dan elke twee weken een hapje bij me eten. Daar doe ik ook mijn best voor. Ik ga morgen wat lekkers eten wat zij lekker vindt. Wat ik ook lekker vind, maar wat zij ook lekker vindt gebakken aardappelen... met... spinaziecurry. En... Oh ja, en in die spinaziecurry... daar ga ik koolvis doen. Vind ze lekker. Ik ook, koolvis. Lekker goedkoop. Ik heb niet zoveel geld, maar... Hè? Ah, die maaltijd morgen. Ah, dat wordt een uh, feest voor haar, hoor. En ze houdt heel erg van aardappel... En die ga ik lekker bakken. Nee, ja, dat was spullen. Ik kan er eventueel nog rijst bij koken, maar ik denk dat dat niet hoeft. Laat zijn maar lekker uh, die spinazie. Uh, Laat ze maar lekker helemaal wild gaan op die spinazie. Dat zal het goed doen. Als zij eten zo vegetarisch, en, en uh, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Als ik bij papa eet, dan eten wij uh, stevige kost. Dus ik heb ik gehaald. Bijna, ja, vier ons spinazie. Diepvries spinazie. Dus dan heb je het al. Vier ons groente, hoor. Met z'n tweeën. Uh, iets van vier ons koolvis. En een paar hele stevige aardappelen verheur ook. Nou ja, dat wordt lekker. Die gaat goed eten morgen. Nou, en ik moet zeggen, de zussen van mijn vader, die, uh, die bel ik ineens om in zoveel tijd. De jongste zus van mijn vader is 12 jaar ouder dan ik. Die is 72. En haar oudere zus is, denk ik, 74, 75. Vind ik wel leuk om die regelmatig even te bellen en dan even bij te kletsen. Leuke vrouwen. Hebben we allebei veel meegemaakt in het leven? En dit gaat helemaal nergens over, hè, dit gesprek. Mijn tante Irene, dat is die oudste. Die, die zei nog wel voor een paar jaar terug, maar daar hoor je er nou niet meer over. Hè? Dan zei ze van. Ja, wij moeten in Nederland niet zeuren, want we wonen in het land met de meest gelukkige mensen ter wereld. En we hebben het hartstikke goed en la, we hebben het veel beter dan de rest. Nou, de laatste keer dat zij zich uitliet over de Nederlandse samenleving, toen zei ze tegen mij: Van nou, ik ben uh, dik in de zeventig. En uh, de situatie in Nederland beziende, uh, ben ik blij dat ik niet meer twintig uh, ben. In die zin van ik zie dit niet vooruit gaan. Ik zie dit alleen maar achteruit gaan. En ja, nou, ik ben blij dat ik niet meer uh, de hele achteruitgang mee ga maken. Maar dat ik voor die tijd uh, in vrede van jullie afscheid neem. Die is er ook wel achter. Ja, ja dat ik. Uh, het is zo. Het is toch geen ramp? Het is, helemaal niet. Ja, het, het is de jeugd, uh, aan de jeugd om de, de Bijbel te gaan begrijpen. En dat doe je, of je doet het niet. En als je het niet doet, ja de pauze gaat toch wel lekker door. Mijn dochter die zei tegen mij, ja pap, ik wil, eerst wil ik een hond. En als dat dan helemaal goed gaat, dan uh, wil ik een kind. Waarop ik haar aankeek en ik zei tegen haar, van nou uh, allerlei uh, kinderplannen, ik vind het best. Maar als jij gaat voor het alleenstaande moederschap, uh, dat heb ik liever niet. Dan ga ik het ook goed invrijven, dat ik uh, haar duidelijk zal maken. Dat mijn kind is uh, verwaarloosd en mishandeld door die moeder. Ja, ah, dat vond ik verschrikkelijk om dat mee te moeten maken van dichtbij, terwijl je er niks aan kan doen. Want anders ben je ja, vrouwen onderdrukkend bezig. Het is het recht van de moderne vrouw om haar kind te verwaarlozen en te mishandelen, want het is een vrouw of zo. Je mag er vooral niks van zeggen. Nou, ik ga dat dan wel tegen mijn dochter zeggen: van nou, ik heb dat nou meegemaakt met jou, maar ik ga dat niet nog een keer meemaken met mijn kleinkind. Dat, uh, uh, er zijn uh, twee mogelijkheden voor, uh, of drie mogelijkheden. Of je krijgt helemaal geen kinderen, wat ik ook best vind. Of je gaat een goede kerel vinden waar je respectvol mee omgaat. En uh, dat zie ik nog zo 1, 2, 3 niet gebeuren. Of je luistert helemaal niet naar mij. En dan, dan ga ik emigreren of zo. Maar ik ga dat niet nog een keer aanschouwen. Ik ga niet op verjaardagen zitten nagelbijten. En dan nog meer van, noem je dat? Plaatsvervangende schaamte of zo. Ik ga dat wel duidelijk maken dat het geen geintje is. Het feit dat je als kind zelf bent mishandeld en verwaarloosd. geeft je niet uh, het recht om dat ook te gaan doen met een nieuwe wereldburger. Absoluut niet. Ik hoop dat ik haar dat nog kan meegeven. Dat ze het verantwoordelijk zijn voor een nieuw mens. Uh, met iets meer seriositeit neemt. dan die opmerking van als ik voor een hond kan zorgen. dan kan ik ook wel voor een kind zorgen. Want bij een mens komt er echt wel iets meer kijken dan de zorg voor een hond. Namelijk dat je een man moet vinden waar je duurzaam een relatie mee aangaat. En die man ga je respectvol behandelen met het respect wat die man verdient. En als die man zegt dat hij wat wil, dan is het eerste waar jij aan denkt, oké, okay, maar wat wil je precies en wanneer? En wil je ook dat ik iets doe? In plaats dat je je overal mee gaat bemoeien. Ja, dat wordt nog wel wat. Ik. En dat laatste stukje opvoeding van mijn kind. Maar. We zullen het zien. Ze komt morgen weer eten. Nou. Ik zal zorgen dat alles klaar is. <laughs> en mijn thee is op. Dus dat komt mooi uit. Want we zitten bijna op het uur. En dit ging toch helemaal nergens over. Ja? Lekker toch? Ik ben een gelukkig mens. Ik heb dat wat ik nodig heb. En wat ik nodig heb is niet veel. En dat heb ik ook nodig. Want als er iets is wat ik niet nodig heb, is dat behoefte aan spullen nodig te hebben. Want daar hou ik niet van. Ik heb mooi alles wat ik nodig heb. En de rest heb ik lekker niet. Daar ben ik zo blij mee. Ik zat zelfs met mijn dochter nog zo een beetje te praten. Van ja, eigenlijk wil ik mijn geluidsinstallatie opdoeken. Oh, weg ermee. Mijn dochter: oh nee, oh nee. Dan wil ik hem hebben. Ik zei: die is veel te duur voor jou. Ja, is een installatie van een paar duizend euro. Die kan ik zo op marktplaats verpassen. Duizend euro moet geen probleem zijn. Inclusief cd's en cd-rek en helemaal. Dat Kom er ophalen. Ja, daar heeft zij toch het geld niet voor. Ja, steeds, ze, maar als ik straks een baan heb, dan kan ik het wel betalen. Maar ja, dan heb ik het volgende probleem dat ik denk: ja, ik ga dus niet mijn dochter zo'n ding verkopen voor zoveel geld. Dat wil ik dan ook weer niet. Zo dus hoe we dat dan nou weer op moeten lossen, dat weet ik niet hoor. Maar wat mij betreft mag het pleiten. Ja, ik heb toch alles al. Nou, en dan kan ik zo heel lekker tevreden vanuit mijn fantastische IKEA-bed tegen jullie zeggen: Tjus. En dag lieverds En probeer net zo gelukkig te worden als ik.